Maak een foto van je. Vind je vader het echt wel goed? Het is ook mijn huis. Dankjewel, Rosa. Kijk eens, jongen. Nou, welkom. Dit is de voicemail van Sjors Langeveld. Als je het inspreekt, dan bel ik je terug. Dag. Ja, Sjors, met Janine. Ik moet je even spreken. Het gaat over Jack en Nick. Dus als je dit hoort, wil je me dan even terugbellen? Of kom anders even langs. Ik ben de hele dag thuis, ben aan het werk. Oké, ik hoor je wel. Dag. Twijfel je over Charlie? Nee, ik heb toch gezegd dat het oké is? Dat weet ik. Maar nu dat je al die koffers hier ziet staan... Het is oké. Echt. Wat een zuinig kusje. Ja, zijn kinderen bij. Moeten wij niet juist het goede voorbeeld geven? Hey, als wij nu samen in bad gaan, dan kan Charlie in alle rust alles uitpakken. Jij redt het toch wel in je eentje? Natuurlijk, ja. Ga lekker badderen. Je hoort het. Ja, maar ik kan niet, want ik moet nog heel veel doen voor mijn tentamens. Ik moet de stof nog doornemen met Mirjam en... Kan dat niet een ander keertje? Nee. Help jij Charlie nou maar, dan gaan we vanavond in bad. Oké, dan zorg ik voor kaarslicht en een goede fles wijn. Deal. Oké. Ja. Zet daar Valentijn spullen in? Ja, dit eigenlijk allemaal. Dan breng ik die alvast naar zijn kamer. Oké. Okay. Yes. Kijk eens, jongen. Kom je mee, papa? Hier naar boven? Ja. Dat is flink. Goed zo. Kom maar. Gaan we kijken naar al je nieuwe speelgoed. Hè? Ja. Goed zo. Hey, nog een stapje. Nog een stapje. Goed zo. Heel goed. Kom binnen. Wat doe jij hier? Er is denk ik een fout gemaakt. Je hebt me een rekening gestuurd. Inderdaad. Klopt er iets niet? Dat lijkt me een understatement. Je denkt toch niet dat ik dit ga betalen? Je bent niet tevreden. Ik heb je dat laatst duidelijk kenbaar gemaakt en ik ben nog steeds niet van mening veranderd. En om dat te vertellen, ben je speciaal hier naartoe gekomen? Je had niet even kunnen bellen of een mailtje sturen. Jij lijkt mij iemand die daar personeel voor heeft. Of een advocaat inschakelt, dat zou ik zelf ook prettig vinden. Jouw therapie heeft niet geholpen. Die aanvallen zijn alleen maar erger geworden. Helaas kan ik niet bij iedereen die niet gebaat is bij mijn behandeling de rekening maar even achterwege laten. Ik werk niet op een no-cure, no-pay basis, zoals je ongetwijfeld begrijpt. Wij zijn gestopt. En terugvallen is in dit soort situaties eerder regel dan uitzondering. Ja, dit is geen terugval. Het is een verergering. Wat is er dan precies gebeurd? Die aanvallen. Die worden alleen maar heftiger. Dat verbaast me niets. Ja, maar... Ik heb hier uren in deze stoel tegen je aan zitten praten. En één ding weet ik heel zeker. Alles oprakelen heeft geen zin. Dat komt omdat wij net toen we jouw trauma op het spoor waren... zijn gestopt door jouw toedoen. Oh. Dus dat ik op de meest onhandige en ongewenste momenten word lastiggevallen door... Ja, door wat eigenlijk? Dat is mijn eigen schuld? Ik kan niets meer voor je doen. Irene, ik wil van die aanval af. Ik verwacht een cliënt. Als jij serieus iets wil doen aan jouw probleem, dan is hypnotherapie misschien iets. Ik kan je een collega aanraden die hierin gespecialiseerd is.